Ik ben Rutger en ik had genoeg van al het iPhone 6 en het iPhone 6 Plus nieuws. Dus ik ga nu naar Duitsland fietsen om daar een leuke video voor jullie te maken met een paar feitjes over YouTube. Dus duimpjes op voor het fietsen naar Duitsland en laten we maar beginnen. Ik sta hier nu in Duitsland en zowel aan die kant als aan die kant is nu het Weilerbergmeer. Omdat het meer een beetje overbelicht is, kan ik het niet zo mooi filmen. Maar laten we maar helemaal beginnen bij het begin van YouTube. YouTube is begonnen op 14 februari in 2005. Dus als we dan het rekenwerk doen, dan is YouTube nu al 9 jaar oud. 9 jaar is best wel lang voor een website, vind ik. En als we dan gelijk doorgaan naar nummer 2... Dan weet je ook gelijk dat YouTube gekocht is door Google in oktober 2006 voor 1,65 miljard dollar. En hoewel dat best wel veel lijkt, is YouTube nu heel veel waard. En om dat weer even om te zetten naar euro's, is YouTube gekocht voor ongeveer 1,3 miljard euro. En de huidige waarde van YouTube is echt heel, heel, heel veel groter. Laten we doorgaan naar het derde punt. YouTube wordt elke maand voor meer dan 7 miljard uur aan video's gekeken. Dus 7 miljard uur, dat is bijna 1 uur per persoon en dat dan iedere maand. Dat is echt belachelijk veel. En als je nou kijkt hoeveel uurtjes dat zijn, dan ben je best wel lang bezig. Maar op zich is YouTube natuurlijk wel een leuk tijdsvermaak. Laten we doorgaan naar het volgende punt. YouTube wordt door mensen met een leeftijd tussen de 18 en de 34 jaar meer bekeken dan de grootste tv-zender van Amerika. Dit maakt YouTube dus eigenlijk een hele grote concurrent in de tv-markt. En is daarom ook heel erg interessant voor YouTubers om natuurlijk zelf een kanaal te starten en geld te verdienen. En natuurlijk voor Google zelf met AdSense. Iedere minuut wordt voor meer dan 100 uur aan video's op YouTube geüpload. En ik denk echt een jaar terug was het ongeveer 24 uur. Maar nu is het dus 100 uur. En dit geeft dus ook aan hoeveel opslagruimte Google wel niet nodig heeft om heel YouTube allemaal op te staan. Maar dit vind ik echt belachelijk veel. En ik ben natuurlijk een van de mensen die dus op YouTube uploadt. Dat was het voor deze video. Dus natuurlijk duimpjes op als je meer vindt. Dus iedere minuut wordt er meer dan 100 uur op YouTube geüpload. En dit geeft echt aan hoe belachelijk groot het is. Als je meer van dit soort video's wil zien, klik dan natuurlijk hier. Duimpjes op omdat ik naar Duitsland gefietst ben. En natuurlijk tot in de volgende video.